hoe je heel gaaf de settings kunt wijzigen van de Samsung Gear Fit. Ik heb nu ons eigen logo op de achtergrond gezet. Redelijk simpel eigenlijk. Maar het ziet er natuurlijk wel heel erg gaaf uit. En je kan hier gewoon met de telefoon wijzigen. Dus ik kies hier paars, groen. Nou, je snapt het. Je kan ook gewoon iedere kleur kiezen. Dus hier gewoon een kleurenpalet. Ik kan zeggen, nou doe mij toch maar heel opvallend blauw. Dan kan dat. Maar goed, ik wil natuurlijk onze eigen logo. Dat is wel het allergaafste. Dus zo staat hij erop. Dus zo beheer je eigenlijk de kleur en dan maak je hem helemaal je eigen. En je kan ook de klok kiezen. Dus op die manier. Even kijken. Ik denk dat dit op zich wel gaaf is. En dan kunnen we ook nog de layout. Je kan hier dus alles kiezen. Ik wil bijvoorbeeld als eerste de training. Die wil ik gewoon helemaal vooraan hebben. Zo. Dus eens even kijken hier hoe dat gaat. Oh ja, ik moet nog gereed zeggen. Dan zeg ik nu gereed. Dan springt hij terug. Dus ik denk, zie je, dan staat daar de training al. Dus eerst melding, dan media en dan training. Maar klopt niet helemaal, want hier staat meldingen aan de achterzijde. Dus, maar goed, laten we stappentellen maar eens even achter zetten. Dan zeg ik nog een keer gereed. Eens kijken. Nou, het is dus wel dat die melding en mediacontrole aan de voorzijde blijft. Maar de volgorde wijzigt wel. Dus waarschijnlijk nog even iets fout. Dan gaan we zo meteen even kijken. Even kijken, hier kunnen we iets aan toewijzen. Dat gaan we ook even doen. Plaats toevoegen. Oh. Voor het weer waarschijnlijk. Nou, dan kiezen we Amsterdam. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg boeiend wat dan daar staat. Nou, misschien moeten we daar toch maar even iets anders voor kiezen. Ah, hier kun je de stappen ook gewoon laten. Misschien is weer nog wel het leukste om dat daar te hebben staan. Dus ik denk dat ik de setting zo even laat. Ik ga de rest van de Gear Fit testen. Want tot nu toe bevalt hij erg goed. En veel opties ook met de hartslagmeting gewoon hier onder de band.